Ja. Maar daar kun je even van op, hoor. Goed, ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten op de huwelijksvoltrekking van John en Anne. Leuk dat we met zo'n klein groepje toch nog bij elkaar kunnen zijn, ondanks alles. En dat we, ja, dat we er toch nog wat van kunnen maken. Ook een welkom aan degene thuis die ook meekijken. Leuk dat het ja, zo kan en dat ik toch nog betrokken ben bij de ceremonie. Dan hebben we nog een verrassing voor straks. Na de ceremonie zullen Anne naar Stavenisse gaan. Staan er paard en wagen te wachten voor John en Anne. Die doen een rondje door het dorp. En die brengen ze dan op de drive-in locatie. Dus voor de mensen die thuis meekijken is het misschien leuk om ook ja, langs de route te staan. Het zijn een beetje de ja, hoofdstraten van Stavenisse, zeg maar. Dus de nieuwbouw, de poststraat, de voorstraat. En, de Beatrix, Bernard en dan zo door de kerkstraten naar de kerkweg. Wil ik jullie nu vragen om op te gaan staan, zodat we het bruidspaar kunnen ontvangen. Is dat de microfoon aan? Thank you.
Zo, dat zit er alvast op. Prachtige binnenkomst. Geacht bruidspaar. Ouders. Familie. Vrienden, bekenden. Beste John, lieve Anne. Hartelijk welkom in deze prachtige ruimte. Op deze fantastische locatie. En op deze toch mooie dag. Ja, dat is toch echt een bijkomend voordeel als je trouwambtenaar bent. Want dan kom je nog eens ergens. Ik ben ondertussen al op heel wat bijzondere locaties geweest. Laatst nog bij jullie vrienden, bij Arend Jan en Gerald. Jullie waren er ook. En dat was ook al een prachtig landgoed. Maar deze mag er ook zijn. De Henriëttehoeve in Flupland, zeggen we hier dan. En in de volksmond was dat de boerderij van Koos Stols. Jarenlang hebben hier de Stols-familie gewoond. Dus ja, een prachtig gekozen locatie, Anne en John. Wat dat betreft. En fantastisch aangekleed ook. Toen ik hier kwam, zei ik gelijk wauw. Dus nou, het is jullie echt gegund vandaag. Hartelijk welkom ook aan de ouders. Familie, vrienden. Tja, toen ik dit voorbereidde, dacht ik, het is toch een klein beetje ons kent ons vanmiddag. Want ik zie hier aardig wat bekende mensen. In dit gezelschap. Kijk, je opa en oma kon er niet bij wezen, maar opa en oma Buis, dat zijn hele goede bekenden, want ze hebben jaren naast ons gewoond. Het waren buren van ons. Dus je vader Jan, die ken ik ook goed. Want volgens mij ben jij nog geboren, Jan, klopt dat? Nee. Oh, niet daar. Oud-leerling ook, dacht ik nog, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Het zou best kunnen, ja. En je moeder ken ik ook. Van de zang nog. Van VZOS. Daar zat je toen op, en ik ook. Ik was de voorzitter van. Prachtige tijd gehad daar. Jammer dat die niet meer bestaat. Ik denk er nog wel eens met heimwee aan terug. En tenslotte ook de eigenaren van deze Henriëttehoeve. Joost en Gertrude, dat zijn ook goede vrienden van ons. Dus een feestje van herkenning vanmiddag op jullie prachtige bruiloft. Want een feest, dat is het vandaag. Jullie bruiloftsfeest. Maar wel een feest met helaas de schaduw van corona en de crisis eroverheen. Laat ik het gelijk maar eerlijk benoemen. Want het is echt niet anders. We kunnen er niet omheen. We zien het ook hier met het aantal gasten, de opstelling. Hoewel het fantastisch is, hoor. Maar ja, we hadden het graag allemaal anders gezien. En Anne, toen jij mij jullie levensverhalen mailde. Ik kom daar straks nog wel heel uitgebreid op terug. Toen benoemde jij het ook zo. Trouwen in coronatijd. En eigenlijk vond ik het heel mooi zoals je het omschreef. Ik zal eens even letterlijk citeren wat je zei. En dan trouwen in coronatijd. Het is nu ongeveer 11:45 s'nachts, dus ik ben net thuis van mijn avonddienst. En vandaag hebben we te horen gekregen dat er eigenlijk nog minder mensen aanwezig mogen zijn. Opa's en oma's die er niet bij konden zijn. Maar toch zijn we dankbaar dat niemand van ons nog besmet is en in redelijke gezondheid. Als ik dan vanavond aan het bed sta van een oude man die overgeplaatst wordt naar Groningen en ik zie zijn zoon huilend aan het bed staan, dan valt onze bruiloft daar toch een beetje bij in het niet. Natuurlijk, het moet iets moois zijn en we hadden het graag anders gewild, maar we hebben elkaar nog. Onze familie en we geven elkaar vandaag toch het ja-woord. Gelukkig. En twee toppers van vriendinnen, die hebben ontzettend veel geregeld en toch geprobeerd deze dag mooi te maken. Ik vond het prachtig omschreven, Anne. En die toppers van vriendinnen, dat zijn Lindsay Klippel en Connie de Vos, laat ik ze gelijk maar noemen. Ik kwam ze als eerste tegen. Prachtig gekleed, ze in dezelfde kleuren, dus dat vond ik ook wel geweldig. Ja, we gaan er vandaag zeker iets moois van laten maken, Anne en John. Het is jullie trouwdag, de dag dat jullie de liefde van je leven, je zei het zelf, het ja-woord gaan geven. En dat jullie die unieke verbintenis, het huwelijk, samen gaan sluiten. En de rest van jullie leven ook samen door het leven gaan. Eigenlijk is het per definitie al de mooiste dag van je leven dan. Corona of niet. Dus de blijdschap hierover die voert vandaag absoluut de boventoon. En ik adviseer jullie ook, geniet er vandaag ook samen van. Met volle teugen, samen met jullie vrienden en jullie dierbaren. Wat we in ieder geval kunnen zien, dat het een feestelijke dag is, dat is hoe jullie eruit zien. Anne, je ziet er fantastisch uit. Prachtige bruid.
Ik zal het straks thuis in geuren en kleuren vertellen aan Ellie. Want dat wil ze graag weten natuurlijk. En John ook. Je ziet er ook tiptop uit, jongen. Dus mooi in de kleuren. Het past ook allemaal bij elkaar, zie ik. Dus daar is goed over nagedacht. Ik ga straks nog een mooie foto voor jullie maken, als het mag. En dan kan ik thuis ook een beetje showen, weet je wel. Anne en John, over trouwen en over huwelijk. Daar is in de loop van de eeuw al heel veel over geschreven en over gezegd. Door heel veel mensen. En ik zoek er nog alles naar. Naar mooie teksten of uitspraken over het huwelijk. Soms kom ik ze ook gewoon spontaan tegen. Op Google of op internet. En daar sla ik ze ook gelijk op, want je kunt ze wel eens een keer gebruiken. En toen ik dit aan het voorbereiden was, deze speech voor jullie. Toen heb ik even gekeken of er voor jullie ook wat moois tussen zat. Om jullie mee te geven. En ik vond ze. Ik had eerst een paar mooie doordenkertjes, noem ik dat altijd. Dus daar kun je in de loop van de dag even over nadenken. Wat dachten jullie van deze? Een goed huwelijk betekent de kleuren van het leven zien door elkaars ogen. Kun je even over nadenken. En deze, niet de juiste vinden, maar de juiste zijn. Dat is het grote geluk, of het grote geheim van het huwelijk. En nog een mooie. Een huwelijk heeft, net als een tuin, tijd nodig om te groeien. En de oogst is rijk voor hen die de grond geduldig en met liefde verzorgen. Ik wil ze wel mailen naar jullie, daar kun je er later maar eens over nadenken. Leuke doordenkers. En dat, ik zei het al, daar kun je over nadenken. Maar voor jullie, als overtuigde christenen, en dat ben ik ook, dan heeft het huwelijk natuurlijk een veel diepere betekenis. En dat geldt voor mij ook. Wij belijden en geloven dan ook dat het huwelijk door God zelf ingesteld is. En een heerlijk geschenk uit zijn hand. En het mooiste overblijfsel uit het paradijs. De paradijsbloem wordt het vaak genoemd. Ik blijf het altijd mooi vinden. En dan moet ik altijd weer denken aan de bekende Engelse predikant Spurgeon. Het was een groot prediker, hij was predikant in Londen. Hij trok ongelooflijk veel mensen, echt duizenden in de kerk. Vanwege zijn prachtige preken. En die zei over dat huwelijk, in verband met dat, het huwelijk is de roos die we uit het paradijs mochten meenemen. Laten we die roos dan ook koesteren en waarderen als een schitterend godsgeschenk. Ik blijf het altijd mooi vinden. Maar de mooiste woorden over liefde en huwelijk, die vinden we in de Bijbel zelf. Het was enkele jaren geleden dat ik mijn jongste zoon getrouwd heb. Dat is ook bijzonder als je dat als vader moet doen. Maar ze wilden het graag dat ik het deed. En die hadden op hun trouwkaart hele mooie woorden gezet uit de brief aan Korinthe van Paulus. Het 16e hoofdstuk. En daar stond in de tekst dat al uw dingen in de liefde geschieden. Het is eigenlijk een hele bekende tekst ook van Paulus. Ik vond het prachtig. Maar in diezelfde Korinthebrief, daar heeft Paulus nog veel meer mooie dingen gezegd. Over de liefde en eigenlijk dus ook over het huwelijk. Want de liefde is de basis van het huwelijk. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 13. Want daar zegt Paulus, de liefde is langmoedig. Zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich ook niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich juist in waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En dan eindigt hij met die prachtige slotzin. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde.
Ik blijf het een fantastisch hoofdstuk vinden. En prachtig voor het huwelijk. Ik geef het jullie graag mee. Behartenswaardige woorden. Als jullie dat straks in de praktijk brengen, John en Anne, dan gaat dat zeker helemaal goed komen met jullie huwelijk. Als voorbereiding op deze dag, dan nodig ik aanstaande bruidsparen altijd uit bij mij thuis voor een gesprek. Meestal bij mij thuis, heel gezellig. Gewoon aan tafel, kop koffie erbij en dan bespreken we de dag en dan bespreken we de ceremonie. En bij jullie ook. Jullie zijn samen met mij geweest. En dan kom ik al aardig wat te weten over jullie beiden. Maar ik vraag ook altijd om wat gegevens over jullie naar mij toe te mailen. Over jullie zelf, over je leven tot nog toe. Maar ook over jullie romance. Ik noem het altijd de love story. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe zijn jullie verliefd geworden op elkaar? En dat hebben jullie ook gedaan. Dankjewel, het was een uitgebreid verhaal, maar ik kon er iets prachtigs van maken. Ik las daarin, John, dat jij uit Stavenisse komt. Hoe kan het ook anders als je Potappel heet, denk ik dan. Je bent de oudste uit het gezin vernoemd naar je opa Potappel. Je ging naar de Rehobotschool, daarna naar het Calvijncollege in Tolen. En, stond er nadrukkelijk bij, elke dag op de fiets. Weer of geen weer. Dat vertelde je erbij. Maar, het verhaal is niet af. Je broertjes en je zusjes later, die mochten wel met de bus. Ja, dat steekt er nog wel een beetje bij, maar nog steeds. Absoluut, je kon het. Na Tolen ging je naar Krabbendijken, waar je de metaalrichting koos en je sleutelde er lustig op los. Je was helemaal in je element. Toen naar het Marquisaat in Bergen op Zoom voor 1 dag leren en werken bij Breston in Nieuwetongen. Maar jouw ambities waren veel groter, want je vertrok naar Canada voor 8 maanden. Dat was nog eens een avontuur. Grote machines, weidse, uitgestrekte landschappen. Het gaf je een gevoel van vrijheid. Het lijkt me ook inderdaad een prachtige ervaring. Maar je kwam ook weer terug naar Nederland. En toen nam je gelijk een belangrijke beslissing. Niet meer naar Breston, maar voor jezelf beginnen. ZZP'er. Ik zei het al, je bent ambitieus. En dat doe je goed. Zelf beslissingen nemen, afwisselender, eigen baas. Je werkt nu hoofdzakelijk voor Prop in Hogerheide, heb ik begrepen. En de administratie die heb je uitbesteed. Aan je vader. Doe je ook niet slecht. Die betaalt de rekeningen, zag ik. Dus niet je rekeningen, neem ik aan. En zit je achter de vodden om rekeningen te sturen en de belasting aan te geven. Ook niet onbelangrijk. Anne, jij komt ook uit Stavenisse. Je bent de oudste uit gezin Buis. En de Buizen, die komen oorspronkelijk uit de Alblasserwaard. Dat weet ik van je opa. Maar je vader, ik dacht dat hij geboren was in Flipland, maar dat blijkt dus niet het geval te wezen. Die woonde naast ons. Na je trouwen zijn ze in Stavenisse terechtgekomen met Karin. En daar werd jij geboren. Ook naar de Rehobotschool, ook naar het Calvijncollege in Tolen, ook op de fiets. Kijk, doe je goed. Ook de oudste, ja precies. En na 2 jaar Calvijn in Tolen ging je naar Goes toe voor de HAVO. Maar daar had je toch niet goed naar je zin. En de resultaten die bleven ook een beetje achter, want dat zie je dan vaak. Dus weg daar. Maar dat was helemaal geen probleem. Want je wilde toch al mbo verpleegkunde gaan doen op het Horenbeek. Dus dat ging ook gebeuren. 4 jaar lang heb je die opleiding gedaan. En wel met succes. En daarna ging je in deeltijd gelijk ook door voor hbo-verpleegkunde. Dus ja, ook onze Anne is een ambitieuze dame. Je belandde op de afdeling cardiologie van Bravis in Bergen op Zoom. En je hebt daar een fantastische tijd gehad, heb ik begrepen. Echt 2 jaar met heel veel plezier gewerkt. Maar ik zei het al, Anne is ambitieus. Het bleef kriebelen. Dus toen er een uitdaging van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam op de weg kwam, IC. Toen ging je die toch niet uit de weg. Dus naar het Maastad. Maar je vond er niet wat je zocht. Nee. Dus opnieuw contact opgenomen met Bravis. En ja hoor, je kon weer terug
En eveneens ook naar de IC daar. En gelijk ook de opleiding IC-verpleegkundige afmaken. Dat vernoem je zelf ook de allermooiste opleiding. Ik citeer even je eigen woorden nu. Zorg verlenen op het moment dat dit echt nodig is en er zijn voor alle betrokkenen is iets waar ik gelukkig van word. En dan zeg ik er gelijk achteraan en je patiënten worden er ook gelukkig van. Een zorgverlener die haar werk zo doet, een betere kun je niet hebben. Dus ja, dat waren jullie levens apart, zeg maar. Maar nu zitten jullie hier toch samen, op dat prachtige bankje, als een stralend bruidspaar voor mij. Dus op enig moment zijn jullie elkaar toch tegengekomen in het leven en verliefd geworden. En nieuwsgierig als we allemaal van huis uit zijn, willen we daar toch wel iets van weten. Want dat zijn altijd weer leuke verhalen. Hoe was jullie liefdesverhaal, jullie story en hoe was jullie romance? Nou, op mijn verzoek hebben jullie een paar tipjes van de sluier opgelicht. En die ga ik nu vertellen. Jullie woonden in ieder geval al 8 jaar tegenover elkaar. In de nieuwbouw van Stavenissen. Maar jullie hadden ook allebei een relatie. Jullie hadden verkering. En dat is gelijk ook een beetje de tweede kant, zeg maar, van het verhaal. Een kant overigens, en daarom noem ik het ook, waar jullie zelf heel open over geweest zijn. En vertelt hoe het was. En ik waardeer dat zeer. Want, zeiden jullie eerlijk, deze relaties die hebben geen stand gehouden, gingen over, verkeringen werden uitgemaakt. En het liet jullie ook niet koud, vertelde je eerlijk. Maar ook dat het achteraf gezien maar gelukkig was. Want nu zitten jullie hier samen als bruidspaar tegenover mij. Anne, je had er wel eens een appje gestuurd naar Canada, naar John, begreep ik. Maar dat was puur vriendschappelijk. En toen hij weer terug was en jullie beiden weer single waren, toen kwamen jullie elkaar ook tegen, maar verder niks bijzonders. Bij Bertje bijvoorbeeld. Ik ken hem niet, maar het schijnt op camping het keten te zijn. Of bij het veer in jullie auto's. John in zijn Vito en Anne in de Peugeotje. En daar konden jullie urenlang met elkaar praten. Je verhaal bij elkaar kwijt. En ja, ook over de verloren liefde. En Anne stak er ook heerlijk en rustig nog eens een sigaretje erbij op. Overigens zeer tegen de zin van John. Dat kon echt niet. En vooral niet in een auto. Maar de urenlange gesprekken, die waren wel heerlijk. Het werd Pinksteren, 2016. Met een groep vrienden en vriendinnen gingen jullie wat drinken in Zierikzee. Onderweg zei Anne tegen vriendin Connie, die John is toch eigenlijk best wel een leuke vent. Vind je niet? En dat was het begin. Op de terugweg met je dolle, wedstrijdje hardrijden. Anne op de gewone en John op de parallel. Volgens mij was dat een stuk van Bruna de Grevelingen. En volgens mij mag je er maar 100. Maar de basis was gelegd. Het vonkje was overgesprongen. Want afspraakje na afspraakje volgde na die Pinksterdag. En jullie deden er ook helemaal niet geheimzinnig over. En dan, beste mensen, dan volgde toch een opmerking. Dus hetzelfde jaar 2016 met de familie Buis mee op vakantie. Kijk, dat doe je goed. Geen verkering en wel mee op vakantie. Het is mij nooit gelukt. Op vakantie in Frankrijk, begreep ik. En toen jullie daar waren, de eerste week al, toen zei John tegen Anne van, laten we lekker samen een rondje gaan rijden. Natuurlijk, zei Anne. En die was blij. Nu zou het gaan gebeuren. Nu zou hij het gaan vragen. En misschien was hij dat ook wel van plan, John. Maar, oh noodlot. Jullie waren om goed en wel op weg. Of je kreeg een lekker band. Tja, dat is andere koek. En niet echt romantisch om iemand om verkering te vragen. Dus er restte iets anders dan pa Buisma bellen. En die is jullie komen halen en de lekke band naar de reparatie. En zo ging de vakantie verder. Tot de laatste avond.
Opnieuw zei John, laten we samen een rondje gaan rijden. En ja hoor. Hij bracht Anne naar een oud kasteel. Let op nu. Tussen de prachtige heuvels in Frankrijk. O, heerlijke romantiek. Je voelt bijna de vlinders in je buik. Daar vroeg hij zijn Anne om verkering. En nu zitten jullie hier, 4 jaar later, ook op een romantische locatie, als stralend bruidspaar voor mij. Ik vond het een geweldig verhaal. Ja, ik geloof het. Anne, je vertelde ook uitgebreid, vond ik ook heel bijzonder, wat je voor John voelt. Je noemt hem echt de liefde van je leven. En je houdt heel veel van hem. Hij heeft ook een groot hart, veel vrienden, is zelden of nooit chagrijnig. Als hij boos is, duurt het echt maar even. En hij heeft 3 rechterhanden. Wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Of het nu een wasdroger is, een tractor, John repareert het. En dat is ook ontzettend makkelijk. Je bewondert hem ook daarom. En overigens ook om meerdere dingen. Hij kan eindeloos naar je luisteren. Naar je verhalen, als je die kwijt wil. Of als je even niet goed in je vel zit. Hij is er altijd voor je. Je belt hem onderweg. Of hij belt jou, hoe het gaat. Zijn er dan geen minpuntjes? Ja, die heb iedereen. John kan niet zo goed zoeken. Hij roept dan de hulp van zijn moeder in. John, ik herkende het direct. Want ik kan het ook niet. En ik roep dan de hulp van Nelly in. Kortom, Anne, John is jouw stoere man. Je houdt van hem. En je wilt niets anders dan met hem trouwen. John, jij vertelde ook open over je gevoel voor Anne. Je houdt superveel van haar, zeg je. Vooral omdat ze zo zorgzaam is. En je vindt haar ook heel gewoon, maar ook heel erg leuk. Ze is een harde werker. Ze wil altijd vooruit. Ze ziet het altijd wel zitten. Je zegt ook, ze heeft soms wel een kleine gebruiksaanwijzing. Ze kan ietsje langer boos wezen als ik, als die paar tellen. Maar dat geeft niet. Dan kun je makkelijk weer omgaan met die gebruiksaanwijzing. Geen probleem. Je bent vooral trots op haar. Wat ze bereikt heeft, en daar kun je zeker trots op zijn, en haar zorgzaamheid. Je zegt ook, als ze straks net zo goed zorgt voor mij als voor de patiënten, dan komt het helemaal goed. En dat is zeker waar. Jullie zijn beiden ook heel muzikaal, las ik tot mijn verrassing en vreugde. Want als grote muziekliefhebber spreekt me dat gelijk aan natuurlijk. Anne, jij speelt viool en John orgel. En dan samen muziek maken, ja, fantastisch. John, jij omschrijft jullie dus samen en wat jullie dan samen doen als een dreamteam. Nou, als dat niet goed komt, geweldig. John en Anne, het is aan mij de eer vandaag om jullie in het huwelijk te verbinden. We hopen en wensen allemaal dat jullie samen een prachtige toekomst tegemoet gaan. Maar dat is ook een toekomst die jullie vooral ook samen in moeten gaan vullen. Kijk, ik ga straks jullie huwelijk officieel sluiten. We gaan het wettelijk vastleggen, de actes ondertekenen. Het is allemaal nodig en verplicht, maar uiteindelijk zijn het maar formaliteiten. Het zegt verder niets over de inhoud van het huwelijk, want dat gaat veel verder. Ik had het er net al over toen ik die prachtige woorden van Paulus citeerde uit de Korinthebrief. Maar de inhoud, die zullen jullie ook zelf vorm moeten gaan geven. Een huwelijk heeft onderhoud nodig. Ik zei het al met die tuin. En dat vergeten we nogal eens. Tijd voor elkaar. Het gesprek met elkaar. Een arm om elkaar heen. Ik ga jullie straks ook vragen elkaars handen vast te houden. En eigenlijk vind ik dat ook altijd een prachtig symbool. Want met onze handen kunnen we heel veel dingen doen. Ik zei net al, John heeft 3 rechterhanden. Die kan er ontzettend goede dingen mee doen. Maar handen kunnen soms ook wel eens verkeerde dingen doen. Kunnen ook wel eens pijn doen. Ik zeg tegen jullie, hou elkaars handen steeds vast. Ook als het is tegenzit. Want tegenslagen gaan ook huwelijken helaas niet voorbij. Ik heb begrepen dat jullie na deze ceremonie een drive-in houden. Voor de verdere familie en vrienden en bekenden. Tja, coronaproef allemaal. Maar ik vond het wel heel creatief om er op die manier toch te zijn
voor familie, vrienden en ook hen de gelegenheid te geven en te bieden om jullie te ontmoeten en jullie te feliciteren. Ik wens jullie prachtige momenten toe straks. Ja, bruidspaar, ouders, getuigen, jullie zijn ook de getuigen, vind ik ook altijd heel mooi als de ouders de getuigen zijn. Familie en vrienden, dan is nu toch het moment gekomen om tot de officiële voltrekking over te gaan van het huwelijk van John Potappel en Anne Buys. Het huwelijk met zijn rechten en zijn plichten is vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Formeel zou ik dat voor moeten lezen, maar ik heb dat nog nooit gedaan en dat gaan we ook nu niet doen, want dan zijn we hier nog niet weg. Niettemin staan er wel hele belangrijke dingen in. En ik heb er twee uitgelicht, die heb ik, vond ik de mooiste, die gebruik ik eigenlijk altijd. En die geven wat mij betreft ook heel mooi en de samenvatting in wat het huwelijk inhoudt. En die twee die wil ik jullie graag eerst voorlezen. 1. Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, heb je trouw weer, hulp en bijstand verschuldigd. En verplicht elkaar het nodige te verschaffen. En de tweede, echtgenoten zijn verplicht jegens elkander hun kinderen, wanneer hun die geschonken mochten worden, te verzorgen en op te voeden. John en Anne, in tegenwoordigheid van de getuigen en in tegenwoordigheid van jullie familie en vrienden, gaan we nu over tot de voltrekking van jullie huwelijk. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? En elkaar de rechterhand te geven. Kijk elkaar nog maar eens diep in de ogen. Heel mooi. Mogen die handdruk de bevestiging zijn van jullie liefde, trouw en verbondenheid aan elkaar. En dan ga ik jullie nu vragen om mij te antwoorden op de volgende vragen. John Potappel, verklaar jij aan te nemen tot jouw echtgenote Anne Buys, hier tegenwoordig, en getrouw alle plichten te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dankjewel. Anne Buys, verklaar jij aan te nemen tot jouw echtgenoot, John Potappel, hier tegenwoordig, en getrouw alle plichten te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wat is daarop jouw antwoord? Dankjewel. Ja, dan staat er nu niets meer in de weg om dit huwelijk officieel te gaan sluiten. En ik had dat heel graag dicht bij jullie gedaan. Maar ook dat kunnen we nu helaas niet doen. Dus ik ga het nu uitspreken voor jullie. Dan verklaar ik nu als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Tholen in naam van de wet dat John Potappel en Anne Buys door de hechte band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Geve God jullie de liefde en de kracht om deze belofte tot in lengte van jaren trouw te blijven. John en Anne, jullie zijn nu getrouwd. Ik zou de bruid maar eens een dikke kus geven. Dank jullie wel. Blijf nog even staan, want ik heb nu even hulp nodig van Julia. En dan ben ik de naam even kwijt. Ziet ze? Oh, dat zijn ze. Hallo, kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ze zitten er al. Ga maar staan. Kom maar, ziet ze. Kom maar. Nou, geef het maar aan Anne en John. Jullie zien er ook fantastisch uit. Helemaal in stijl vandaag.
Ja, het maakt niet uit hoor. Rechterhand, ja, 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 ja. Ja, we gaan. Ja. Ja. Nou, hou even omhoog, dan kunnen we het zien. Kijk, kijk, kijk. Geweldig. Prachtig. Nou, dankjewel. Goed gedaan, je ziet er mooi uit met je petje op. Kom hier maar weer zitten. Wordt leuk. Kom maar, Julia, mag je weer zitten. Ga maar zitten. Ga maar zitten, kom maar. Oh, je mag ook hier zitten. Kom maar bij Anne. Oh, je mag ook bij Anne. Ja, het is ook spannend allemaal natuurlijk, hè. Dat snap ik ook wel. Ja, maar dat snappen we ook, hè. Dat snap je ook, hè. Ja, zeker. Goed. Jullie zijn getrouwd, maar er moet toch nog een formaliteit gebeuren. En dat is het ondertekenen van de actes. En dan zijn jullie echt helemaal getrouwd. En dat gaat straks ook naar de gemeente en in de archieven. Dus dat gaan wij nu doen. Ik heb hier de akte liggen. Ik nodig het bruidspaar eerst uit om te tekenen. Dan moet ik even kijken, want het was de bedoeling dat dat hier op het kussen... Gaat dat lukken, denk je? Op de piano, dat komt goed. Op de piano, oh, dat is nog beter. Ja. Inderdaad. Ik zal hem hier openleggen. Hier staan, hieronder die streepjes, daar gaan er getekend worden. En aan deze kant en aan die kant. Dus twee keer. Kom maar, Siet, kom maar even hierheen. Kom maar. Een pen ligt erbij. Alsjeblieft. Kom maar aan die kant van je bruis staan. Ga je mee kijken. Begin maar links bovenaan. Ik zal even daar en dan daar. Ja. Zo. Dat zal leuk uit.
Goed, en tenslotte, als ambtenaar moet ik ook mijn handtekening eronder zetten. Dus dat ga ik ook doen. Nou, zijn er geen. Dan krijg ik een telefoontje van de gemeente. Ja. Nee, jij bent nog steeds ambtenaar. Kijk, helemaal ondertekend. Dus die kan daar even in. Anne en zoon, jullie zijn volledig getrouwd. Ja, maar we zijn nog niet klaar. Want ik heb hier nog een boekje. Dat is jullie trouwboekje. Jullie hebben het zelf uiteraard uitgekozen. Er staat alles in, de namen, ook ondertekend. Dus nou, dat kunnen jullie ook gebruiken om daar zelf dingen in te schrijven. Ik ga het jullie overhandigen. Zo, ik geef het aan jou. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, tenslotte. John en Anne. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. En van jullie natuurlijk het laatste woord nu. Jullie zijn nu getrouwd. Ik wens jullie een fantastische dag verder. Maar... niettemin zeg ik altijd, morgen breekt er weer een gewone dag aan. Hoe je het ook went of keert. En dan begint vaak juist het huwelijksleven samen. En dat kan soms best een opgave zijn. Een huwelijk, ik zei het al, daar moet je aan werken. Je moet het onderhouden en dat geldt eigenlijk elke dag weer. Ik zei het al, maar die tuin. Met geduld en liefde moet je die verzorgen. En dan wordt hij op zijn mooist. Ik wens jullie heel veel onderlinge liefde toe. En hou ook steeds elkaars handen vast. Ook als het eens tegen zit. Maar geniet ook van de leuke dingen die jullie naast je werk doen. En die doen jullie graag. John, jij zal altijd graag blijven sleutelen. Of het nou een oude BMW is, die je hebt geloof ik. Of een kapotte wasmachine. Of samen met Arend Jan een rondje crossen. Of drift heet dat, geloof ik. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ondertussen weet ik wat het is. Anne, jij mag graag paardrijden. Las ik, vond ik bijzonder. En stallen uitmesten. Tja, je kunt het wel leuk vinden. Je zei het zelf. Maar je speelt ook viool. Je doet vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Je doet de administratie van de EHBO-vereniging. Je doet zoveel dingen en je vindt zoveel dingen leuk. En dat is prima natuurlijk. Maar wat jullie ook doen straks, doe het altijd in onderlinge liefde en in onderlinge verbondenheid. John en Anne, jullie zijn overtuigd christen. Ik heb het al eerder gezegd, ik ook. En ik mag graag altijd een trouwceremonie afsluiten met een mooi lied. Ik heb het aan jullie ook gevraagd, welk lied jullie mooi vonden. En jullie, jij koos voor een heel mooi lied... bekend ook. En de inhoud van de tekst die sprak van jou vooral ook aan, Anne, zei je. Ook vanwege de tijd. En de tijd gaat snel. Het is het bekende lied Uren, Dagen, Maanden, Jaar. Ik geef jullie die woorden heel graag mee. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneden. Op de weg die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft. Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft. Mooie woorden. Ik wilde hiermee de ceremonie gaan besluiten, maar toch nog niet. We zijn nog niet helemaal aan het einde van de ceremonie, Anne en John. Want er ligt nog een speciaal verzoek van jullie ouders. De oude spotappel. Die vonden namelijk ook een bepaald lied heel erg mooi. En ook heel toepasselijk voor jullie voor deze dag. Het zijn de prachtige woorden uit Psalm 121. Het is ook een van mijn lievelingspsalmen. Vol met hulp, bijstand, troost ook. We gaan er samen naar luisteren.
speciaal voor jullie, van jullie ouders. Even wat techniek organiseren. Oh ja, goed. Kost even tijd, maar dan heb je ook wat straks. Kijk, gewoon rustig blijven, dan komt het allemaal. Thank you.
Nou. Graag gedaan, speciaal voor jullie. Ik vond het ook heel mooi. Hiermee is de ceremonie ten einde. Ik hoop dat jullie het mooi gevonden hebben. Ik heb het uit volle overtuigingen graag gedaan. Ik wens jullie een fantastische dag verder toe. En ook een prachtige toekomst samen. Dank jullie wel. En ik geef nu de leiding weer over aan de beide ceremoniemeesters. Nu tijd voor champagne, denk ik maar. Niet verkeerd. Ja, jullie mogen de flessen openmaken en inschenken en dan als eerste samen een slok nemen. Anne en John doen als eerste de toast. Anne en John doen zo als eerste de toast. Dan staan Connie en ik aan het eind van de loper met twee dienbladen. Lopen we naar buiten, maken we buiten twee mooie rijen. Komen ze naar buiten en dan proosten we met z'n allen. Ja? Moet ik toch hier nog foto's maken? Dus dit kan blijven staan?
zo gebeurd. Wat is dat? Dankjewel. Je mag je meenemen. Ja, ik weet ook niet. Ze lagen er al. Ik weet niet van wie ze zijn. Nee. Zo. Ja, leuk. Ja, ik vond het ook... Het is wat ongedwongen sfeertje dat ik hier ben. En, ja, het is zelf ook leuk. Dus. Nou, ik hoop dat jullie het mooi vonden. Ja. Ja, nou ja, toch ook nog enige bijbels en kerken wat je graag wilde. Ja, ik ga het graag houden, dat gaat nou goed, maar wel, ik zat er...